Onder de klanken van Conquest of Paradise rolden zaterdag drie nieuwe vliegtuigen uit de hangar van de eerste Limburgse zweefvliegclub in Schinveld. Voor de club was dat zo'n belangrijk moment dat er een korte ceremonie werd gehouden, met toespraken en genodigden. De leden zijn blij met de nieuwe aanwinst, want het is voor de club een hele vooruitgang. Ja, we zijn er zeer mee vereerd. Je kunt dat zelf zien. Het zijn prachtige toestellen, zeker de duodiscus. Dat is echt een topprestatievliegtuig. En dan kunnen we best de hele vloot, zoals het nu samengesteld is, kunnen we met iedere club in Nederland wedijveren. Ze vliegen allebei heel soepel en ook hele fijne prestaties. Dus je bent wel blij dat de oude barrels zijn afgedankt en drie nieuwe toestellen zijn gekocht? Of mis je de oude toestellen toch een beetje? Ja, er is wel... En wat gemis aan de oude toestellen. Maar dat is ook meer omdat ik de opleiding in de oude toestellen heb gehad. Dus het is gewoon, het begingevoel is weg. Het is een grote vooruitgang in vergelijking met de andere twee toestellen die het veld hebben moeten ruimen. Ja, behoorlijk. Dat zijn toch wel een forse stap die we gemaakt hebben daarbij. Zeker wel, ja. Dat de zweefvliegsport een prijzige hobby is, bewijst de financiering van de kisten. Daarvoor hebben de leden zelf een duit in het zakje moeten doen. De drie nieuwe toestellen alles bij elkaar is dat een investering geweest van 275.000 euro. En dat is allemaal betaald door de leden? Hoe is dat gegaan? Door leden. Voor een deel is dat door leden betaald. Voor een ander deel door de twee oudere toestellen te verkopen. En de rest hebben wij met mensen binnen de vereniging en mensen buiten de vereniging een bedrag hebben ze aan onze vereniging geleend waarbij wij iets meer rente betalen als de bank. En zo hebben wij het totale bedrag bij elkaar gekregen. Voor ieder clublid was een vaste bijdrage van 300 euro. Die hebben wij dan allemaal geleend aan de club om daarmee al een groot gedeelte van de financiering rond te krijgen. De zweefvliegsport heeft de laatste jaren een flinke technische ontwikkeling doorgemaakt. De nieuwe toestellen zitten dan ook vol met technische snufjes. Zo heeft er één een hulpmotor. Die kan op elk gewenst moment ingezet worden. Ja, want ik zie één zweefvliegtuig, dat heeft gewoon een motor voorop. De andere heeft een hulpmotortje in de rug. Is het nog wel zweefvliegen op die manier? Met name om te kunnen zweefvliegen, wordt het met zijn motortje wat eenvoudiger om te starten. Want als je een lier moet hebben, dan moet je een heel vliegbedrijf opzetten. En dat is soms wel moeilijk, terwijl het op mooie dagen door de week heel goed zweefvliegweer is. Maar dan heb je geen mensen om het vliegtuig omhoog te trekken. En dan heb je zo'n hulpmotortje nodig. Veel mensen vliegen dan ook met die dingen, maar die zetten de motor echt af en gaan echt zweefvliegen. Het gaat echt om het zweefvliegen, niet om het motorvliegen.